Afgelopen 4 jaar haar verantwoordelijkheid genomen om Zaanstad te besturen. Dit hebben wij gedaan met 5 andere politieke partijen met maar 1 stem meer. En u kunt begrijpen dat dat niet altijd even makkelijk was. Maar de VVD heeft veel punten binnengehaald. En mijn VVD-raadscollega's hebben middels hun vlogs aan u al kenbaar gemaakt wat wij binnen hebben gehaald of wat wij voor u hebben gedaan. En in 2018 gaan wij nog veel meer voor u doen. En vanuit deze plaats wil ik zeggen, allemaal een gelukkig en gezond 2018.